Afgelopen zomer is Wouter van der Steen overgekomen van Helmond Sport om een 2-jarig contract bij SC Heerenveen te tekenen. De 26-jarige doelman heeft hiervoor maar liefst 10 jaar bij Helmond gespeeld, waar hij jarenlang eerste keeper is geweest. Ja, ik ben natuurlijk nieuw hier gekomen na een hele lange tijd Helmond Sport, 10 jaar. Dus op alle facetten is het een volledig ander ding, zeg maar. Grotere club, helemaal aan de andere kant van het land. Maar tot dusver, we staan vierde met z'n allen. Het gaat de sfeer in de club en is heel erg goed. Dus ja, tot nu toe is het een genot om hier te zijn. Ik ben wel een pratende jongen. Ik wil wel graag de boel organiseren van achteruit. Voel me ook wel comfortabel in de meevoetballen. Jongens, kunnen we wel terugspelen. Proberen wel de voetballende oplossing te zoeken. Voel me goed in 1-tegen-1 situaties. En ik denk dat dat wel een aardige opsomming is van Wouter van der Steen als keeper. En wat zou je nog graag willen verbeteren? Vooral te heersen in de 16 meter. Hoge ballen met name dan van de flanken. Ook met diepteballen inschatten van de situatie. Dus eigenlijk meer echt het heersende werk waar bijvoorbeeld een Manuel Neuer echt groot in is. Ja, ik denk dat daar voor mij nog heel veel stappen in te maken zijn. Ja, het verhaal van de club was ook heel duidelijk. Erwin heeft vorig jaar heeft het uitstekend gedaan en is gewoon echt een heel goede Eredivisie-keeper. Dus de kaarten waren op voorhand in die zin al geschud dat ik wist dat ik het als tweede man zou gaan spelen. Maar dat is op zich geen probleem. Ik bedoel, als je 10 jaar in de Jupiler League hebt gespeeld, dan voor mij was het echt in de zomer wel een ding van ja goed, ik zou echt graag eens even kijken wat er op mijn pad komt. Ja, en ik ben heel blij dat het Heerenveen is geworden, want het is gewoon een hartstikke mooie club. En als het dan nu nog met de hele club zo goed gaat, dan is het gewoon heel mooi om daar deel van uit te maken. Ja, het enige verschil is inderdaad dat je de wetenschap hebt dat je van de bank begint. Die feiten liggen er. Alleen mocht er iets onverhoopt met Erwin gebeuren, moet je wel echt klaar zijn om gewoon 100% die wedstrijd in te gaan. Dus eigenlijk verandert er wat dat betreft, verandert er in de wedstrijdvoorbereiding, verandert er niets. Met dat verschil dat je een dag van tevoren, zeg maar, als je echt naar die wedstrijd toe gaat werken met de basiself, dat je dan even bij de andere ploeg, zeg maar, zit dan dat je jaren bij Helmond gewend bent geweest. Wouter speelt momenteel bijna alle wedstrijden bij Jong Heerenveen en laat daar een hele sterke indruk achter. Jong Heerenveen speelt goed en heeft nog maar 1 nederlaag geleden dit seizoen. Ja, mijn tweede gaat heel behoorlijk. We staan bovenaan in de beloftecompetitie. Een aantal wedstrijden echt heel goed. Met name tegen Heracles en Roda wonnen we thuis met 6-0. En dan zat er tegen NSC zat er weer iets mindere wedstrijd. Dat was het een 2-2 gelijkspel hier op Schotterwald. Maar ik denk dat het een beetje inherent is ook aan jonge jongens. De ene week echt een 9 of een 10 misschien wel, dat echt geweldig gaat. En de andere week even wat minder. Ik denk dat het voor mij ook een mooie rol weggelegd is. Toch al wat ouder ben dan die jongens om daar wat constantheid in te brengen. Want is daar ook veel niveauverschil tussen de Jupiler League wat je gewend was en dan nu vooral spelen bij de belofte? Ik vind persoonlijk dat de jongens hier, waar ik dan nu mee speel in Jong Heerenveen, die jongens kunnen echt heel goed voetballen. Dus puur qua kwaliteit en in het positiespel, dan hebben ze meer, vind ik, dan de gemiddelde Jupiler League voetballen. Maar er komt wel even wat meer bij kijken. Kijk, in de Jupiler League speel je wel echt voor iets tastbaars. Speel je om play-offs te spelen en wordt er echt met het mes tussen de tanden wordt er elke week gespeeld. En ik denk dat daar voor die jongens nog wel wat stappen in te maken zijn. Ik heb hier vorig jaar met Helmond Sport bekerwedstrijd heb ik hier gespeeld. Dat was voor ons als Helmond Sport was het al een belevenis. Want ja, in de eerste divisie heb je zo'n stadion als deze heb je niet. En dat was toen nog maar voor de helft gevuld. En dat was voor ons een topervaring. En voor mij ook wel een extra motivatie om elkaar te werken. Om ook ooit eens op dit podium te mogen acteren. En ik ben ook heel blij dat nu gelukt is en dan ook echt de sfeer in het stadion nu. Ik denk mede gedragen ook omdat het zo goed gaat en dan met name ook achter het doel de mensen het beleven. Ja, ik denk dat ons alleen maar kan helpen naar nog mooiere resultaten. Ik kom natuurlijk vanuit het zuiden, nu woon je dan in het noorden. Hoe bevalt dat? Ja, bevalt goed. Het enige verschil is inderdaad dat het op de topografisch gezien zeg maar even 200 kilometer noordelijker ligt. Maar ik heb in Helmond al jaren op mezelf gewoond en dat doe ik nu hier ook. En op zich is je wereldje relatief klein. Je bent vooral gewoon met voetbal bezig.
En je bent vooral ook op de club en met de mensen van de club. En ook ja, buiten het voetbal omga je toch vooral om met de jongens waar je dagelijks mee aan het werk bent. Dus echt veel van de Friese mensen of iets dergelijks heb ik dan ook nog niet, heb ik niet echt ervaren. Ik ben er naartoe gekomen in de wetenschap dat ik inderdaad tweede keeper zou zijn. Om mezelf echt te ontwikkelen en te trainen en op Eredivisie niveau. Ja, en met jongens als Stijn Schaars, Sam Larsson. Ja. Ik bedoel, 10 jaar geleden was ik nog tweede keeper in de A1 van Helmersport. Dus dat ik nu hier mag staan, dat vind ik al top. En ik vind dat je er ook best wel eens van mag genieten. Zonder te vergeten natuurlijk wel mijn ambities heb. En ik zou me graag nog echt verder ontwikkelen hier. En wie weet dat het ook nog leidt tot het eerste keeperschap.